Wat is dat ding met al die gaatjes? Dit is een patch bay. En een patch bay dat verbindt apparaten met elkaar. En dat gaat door middel van een jack-to-jack. En heb je inputs en outputs. De bovenste rij gebruik ik als outputs. En de onderste rij zijn allemaal inputs. Waarom zou je nou zo'n ding kopen en gebruiken? Nou, deze apparatuur heeft allemaal verbindingen aan de achterkant. Ook wel aan de voorkant. Makkelijk voor direct een gitaar inprikken. Maar de meeste verbindingen zitten aan de achterkant. Het kan zijn dat ik een verbinding tussen apparaten wil maken. En daarvoor is de patch bay. Hier heb ik bijvoorbeeld een rack met allemaal apparatuur. 19 inch apparatuur. Bijvoorbeeld een drumcomputer en effectapparatuur, het zijn galmen en echo's, een synthesizer en weer een patch bay, compressor, galm, synthesizer. Het kan zijn dat ik denk, oh, het zou wel tof zijn om deze synthesizer door een galm heen te halen en vervolgens door deze equalizer heen te gooien om een beetje hoge tonen erbij te doen bijvoorbeeld. Dan is een patch bay erg handig in plaats van dat ik er elke keer achter moet kruipen en verbindingen moet maken. Zitten al deze verbindingen op de patch bay en is het makkelijk van apparaat naar apparaat en zelfs van rack naar rack te gaan. Dus in plaats dat je 100 keer in en uit het apparaat gaat, wat ook het apparaat doet slijten, is het heel erg makkelijk verbinden, tenminste als je het een beetje codeert. Ik heb hier dan stickertjes erop. En vervolgens weet je, als ik dit met dat verbind, patch bay naar patch bay, kan je die verbindingen leggen en kan je leuke geluiden spontaan maken en heel direct werken. Dus dat is het voordeel van de patch bay. Het kost niet veel. Het kost alleen een hoop kabels. Korte kabeltjes kosten niet zoveel. Ik heb hier achter het rek, moeilijk te zien, ligt een multicore. Het zijn 8 kabels naar deze toe. En deze gaan aan de bovenkant dus uit. En aan de onderkant inputs. En die gaan naar de geluidskaart. Waar zit die? Het is donker. Daar is die. Dus patch bay.